Erfgoed is alles wat we hebben overgenomen en overgehouden van onze voorouders. Dit zegt Errol Gesius, secretaris United Tour Guides Suriname, in het kader van Wereld Erfgoeddag die morgen 18 april wordt herdacht. Gesius geeft aan dat er een onderscheid is tussen materieel en immaterieel erfgoed. Materieel erfgoed is alles dat we kunnen zien en aanraken, zoals onze klederdrachten of houtsnijwerken. En bij immaterieel erfgoed moet er gedacht worden aan zaken zoals taal, liederen en gebaren. Gesius benadrukt dat we als mensen moeten gaan beseffen dat we niet kunnen leven zonder ons erfgoed. Waarom is het belangrijk? Het geeft ons een bepaalde trots. Het geeft ons een heerlijk gevoel. Het geeft ons een eigenwaarde. Het geeft ons het gevoel van een identiteit. Dat we ergens bij behoren. En dat wij... En dat we dus deel uitmaken van een groep of een gemeenschap of een samenleving. Behalve dat, het is belangrijk, we kunnen heel veel met ons erfgoed. Het laat ons overleven, maar het kan ook betekenen dat we geld daarmee kunnen verdienen. Het kan betekenen dat we een goede plek in de samenleving kunnen krijgen door ons immaterieel of dat door ons materieel erfgoed te behouden en te beschermen. Gesius haalde verder aan dat de bewustwording over ons erfgoed bij velen is ingeslagen. Echter zijn we in Suriname niet op het punt waar we moeten zijn. Vaak genoeg wordt de kennis die onze voorouders voor ons hebben achtergelaten verwaarloosd. Sommige mensen vinden het niet belangrijk meer. Terwijl die kennis ons eigenlijk onze trotsheid geeft. Met die kennis kun je overleven. Er zijn heel veel landen in de wereld die aan de hand van hun erfgoed heel veel geld maken. Kijk maar naar de kaas dat bijvoorbeeld in Nederland wordt geproduceerd. Of bepaalde olieën die in sommige landen worden geproduceerd, die heel belangrijk zijn om bepaalde kwalen of aandoeningen te behandelen. Nou, die olie of die kaas en hier onze pindasoep, dat zijn belangrijke zaken waarmee landen veel geld kunnen maken, omdat ze het hebben behouden. Maar ook de manier waarop we onze traditionele hangmat maken, dat houtsnijwerk, is ontzettend belangrijk om dat te behouden, omdat dat bewijst dat wij kennis hebben van de natuur, dat wij manieren hebben gevonden om de natuur niet alleen nuttig te gebruiken, maar ook op een kunstzinnige manier te gebruiken. En in de toerisme maken de gidsen vooral van de gidsen van United Tour Guides gebruik van ons erfgoed om de tour tot een complete en succesvolle tour te maken. Errol Gesius, secretaris United Tour Guides Suriname. Hij geeft aan dat met erfgoed er ook geld verdiend kan worden, omdat we mensen kunnen uitnodigen om er naar te kijken, maar soms ook om te proeven.